Mijn zevende boek verschijnt onder de titel Criminele Schemielen. Ik persoonlijk vind het beste boek wat ik ooit geschreven. Het boek geeft een kijkje achter de schermen van hoe het toegaat in de zogenaamde onderwereld. Dit boek gaat niet over Holleder, Korvenhout, Lange Frans en al die bekende media-godvaders. Dit boek gaat over de Schemielen, die het niet gered hebben. Ik beschrijf situaties die bijna tragicomisch zijn en die je eigenlijk alleen maar in Italiaanse tragicomische films ziet. Toch zijn het waargebeurde verhalen. In de wereld van de criminele Schemielen is er maar één echte godmodder. En dat is Major Boshart. Bij haar eindigen de meeste onderwereldfiguren uit mijn boek. Welkom in de wereld van de criminele Schemielen.